Ja, hoor, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pim, over Monkloid TV, jullie nummer 1 Pokémon meester op YouTube. Welkom bij deze nieuwe video. In de vorige video vroeg ik, zouden jullie het tof vinden als ik iets van mijn collectie laat zien? En in deze video ga ik jullie mijn duurste Charizard kaarten laten zien. Misschien wel van de waarde van meer dan 10.000 euro. Dus zeker deze video gaan checken, want jullie gaan kaarten zien die jullie misschien nog nooit eerder gezien hebben. Dus laten we er gelijk induiken. Ik ga heel even mijn camera laten zien. Daar komt hij. There we go. En hier is die allereerste Charizard. Ik zal ze heel veel kort laten zien welke Charizards het zijn. En daarna, dit is een centje. En daarna ga ik er heel even wat dieper op in. Wat de prijs zijn, uit welke set ze komen, et cetera, et cetera. Hele vette kaarten. Deze kwam allemaal uit een grote collectie die ik ooit heb opgekocht. En de reden waarom ze allemaal met zo'n sleeve zitten, met zo'n stickertje eraan, is omdat ik deze kaarten ga laten graden in Amerika. Helaas is PSA, de grading service in Amerika, dicht op het moment. Dus ik moet nog heel even wachten tot dat kan. Maar ik ga deze kaarten laten graden. En dat houdt in dat ik ze laat een soort van taxeren. Dan krijgen ze een cijfer. En hoe hoger het cijfer is, hoe hoger dan ook de waarde van de kaart is. En dan zitten ze ook beveiligd in een mooie hoes. Dan komen ze er zo uit, zeg maar. Dit is dan inderdaad zo'n gegrade kaart. Dan staat er dus ook op. De Pokémon Expedition, dat is de set. Dat is een holo. En hij heeft een cijfer, een 9. En dat is dan bijna perfect mint. En je wil natuurlijk een 10. Want dan is natuurlijk de waarde het allerhoogst van een kaart. En dan krijg je hem dus zo terug. Dus deze kaarten die komen over ongeveer een jaar, anderhalf jaar. Ook in zo'n case. En dan zal de waarde inderdaad dus drastisch verhogen. Ik ga gelijk het er even bij pakken. Als het goed is heb ik dit aanstaan. Yes. Nou, ik had alle kaarten er al even bij gezocht. En zoals je kan zien, heb ik hier de Goldstar Rayquaza. Ik ga hem er even bij pakken. Ik zal even mijn hoofd er ook bij zetten. Ik heb dit heel slecht voorbereid. Even kijken. Volgens mij kan dit zo. Yes, dit is de Goldstar. De Goldstar Charizard. Niet de Rayquaza, maar de Charizard. Deze kaart. Die staat hier. En ik heb even de eBay sold listings opgezocht. En deze kaart helaas, deze Charizard, is eigenlijk de enige die echt beschadigd is. Er zit zelfs echt een kreuk achterin. Dat is echt super zonde. Anders was deze kaart echt heel erg duur geweest. Maar ik ga hem laten graden. Omdat PSA 1 kaarten nog steeds wel erg gewild zijn. Dit is een verkochte. Heel raar dat hij dit op deze manier gevonden heeft. Ik heb hierboven alle anderen al klaarstaan. Nou, ik wilde het toch echt verkocht, hè? Goldstar. Ja, in een PSA 10 gaat hij dus echt voor 15.000 euro, zoals je kan zien. En in een PSA 1 gaat hij geloof ik iets van 500, 600 euro. Nou, ik kan geen recente sold listing vinden. Maar je ziet dus dat hij wel al aangeboden wordt voor ongeveer 1000 in een PSA 1. En als een kaart echt beschadigd is, dan wordt het dus een PSA 1. Dus daarom laat ik hem graden. Dan zit hij mooi in een hoes. En je ziet dus een extreem dure kaart. Uit een set die echt heel weinig geprint is. Uit EX Dragons Frontiers. En ja, het is gewoon een super vette kaart. Het is een van de eerste Shiny Charizard kaarten. Volgens mij misschien was het wel de eerste Shiny Charizard kaarten. Hele, hele vette kaart. En die heb ik dus hier liggen. Gaat gegraded worden. Wordt waarschijnlijk PSA 1. Maakt ook verder niet uit. Dan gaan we naar de volgende Charizard. Dat is dus inderdaad de Charizard level 55. Deze is natuurlijk wel hele goede kwaliteit. Zoals je kan zien. Er zit een heel klein wit puntje hier linksboven en rechtsonder. Dus het zal waarschijnlijk geen 10 worden. Ja, let niet op de krassen. Dat zit op de sleeve gelukkig. En de holo is echt verder perfect. Ik heb al deze kaarten zelf uitgezocht. Het zal waarschijnlijk een 9 worden. Hopelijk kan het natuurlijk altijd nog wat lager uitvallen. Maar we hopen op een 9. We hebben er goed op, naar gekeken. En even kijken, dan pak ik hem er even bij. Je ziet dus dat hij laatst verkocht is in een PSA 10 voor 11.000 euro. 11.000 euro, wel met een holo bleed error. Maar in een 9 is hij inderdaad dan wel gelijk een stuk minder. Op 9 augustus is hij verkocht voor 300 euro. Alsnog een hartstikke dure kaart natuurlijk, 300 euro. Ja, en als het per ongeluk toch een 10 wordt, ga ik niet vanuit. Ja, dan heb je gelijk echt de jackpot te pakken. En dan zie je het verschil tussen een 10 en een 9. Maar sommige kaarten zijn gewoon extreem lastig om in een 10 te krijgen. Omdat bijvoorbeeld die printrun heel erg slecht is geweest. Of omdat gewoon in die tijd de kwaliteit van de kaarten wat minder was. Dat soort dingen. Er kan dan een hele hoop dingen liggen. Wel een hele mooie Charizard kaart. Maar laten we verder gaan met de volgende. Een hele,
hele, hele vette kaart is deze. Is de Charizard Level X. En kijk wat een gruwelijke Charizard kaart dit is. Hij komt helemaal uit de kaart, lijkt het wel. Met die vlam nou helemaal naar links. En ik moet heel eerlijk zeggen, deze kaart is van Supreme Victors, die set. Misschien kennen jullie hem. Even kijken, of 2009 komt dat. De Level X kaarten vind ik persoonlijk echt super tof. En wat ik er tof aan vind, is die zilveren Secret Rare borden. En dat hebben al die Level X'en en ook die EX'en. Ik vind die Secret Rares met die zilveren rand, vind ik ontzettend gruwelijk. En ja, ik vind het gewoon een super mooie kaart. Laten we gauw kijken wat deze kaart doet. Deze gaat natuurlijk ook weer gegrade worden. Het is echt een extreem nette kaart. Hij is ietsjes off-center, zie ik. En een heel klein witje. Dus ik hoop dat het een 9 wordt. Het zou eventueel nog een 8 kunnen worden. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. Dan pakken we gelijk even de kaart erbij. Ik heb alles al klaargezet. Je ziet dus, in een PSA 10 wordt die verkocht voor 5000 euro. Dus echt een extreem dure kaart. Zeldzame kaart in PSA 10. Wat ik al zei, de kaart die ik heb zal waarschijnlijk geen PSA 10 worden. En dan zie je de PSA 9. Die is verkocht voor 400 euro. Dus dan zie je al gelijk het prijsverschil in een 9 en een 10. Maar ik denk dat die dus ongeveer op dit bedrag zal uitkomen. Een super dure kaart natuurlijk. Maar ja, er hoeft maar één van deze kaarten per ongeluk een 10 te worden. En ja, je bent gelijk echt binnen. Hier ook in een 9 rond de 400 euro. Gewoon een super dure vette Charizard kaart. Die dus klaar ligt om te graden. Maar ja, helaas, PSA is dicht. Dus ik zal nog heel even moeten wachten voordat dat allemaal terugkomt. Dan gaan we misschien wel naar het mooiste setje van wat ik heb. De Stormfront Charizard. Een van de meest zeldzame Charizard kaarten die er op dit moment is. En kijk hoe vet die is. Voor de mensen die denken, hey, deze kaart komt wel heel erg bekend voor. Dat klopt natuurlijk, want dit is natuurlijk een soort van reprint van de base set. De art is natuurlijk hetzelfde. Het is wel een iets andere holo natuurlijk en het is een andere set. Maar voor de mensen, de art is verder hetzelfde van de base set Charizard. En het vette is, het is dus een secret rare. Net als de andere twee. Het is eigenlijk een setje. Deze twee zijn ook allebei een secret rare. Zoals je kan zien hieronder is dit 101 van de 100. 102 van de 100. En dit is dan 103 van de 100. Het zijn de secret rares die achteraan de set komen. Hele mooie set. Deze zijn echt oprecht super netjes. Ik denk dat het 9 is. Met een kleine kans op het 10 zijn. Maar ik denk dat het 9'tjes worden. Want ja, een 10 krijgen. Ik ga eigenlijk nooit uit van een 10. Want ja, dat weet je gewoon echt niet. Je weet niet wat er nog gevonden wordt. Ik weet wel dat alle holo's zijn echt helemaal perfect. Alleen de achterkant, ja, er zit toch vaak nog wel een klein wit puntje op. Ze komen uit een collectie waar alles zonder sleeves in mappen zat. Dus ja, dan is het toch gauw dat er een klein wit puntje op komt. Maar laten we gauw kijken naar wat de prijzen doen van deze kaart. Ik had hem al opgezocht. Ik had hier de Charmander opgezocht. Die gaat in een PSA 9 voor ongeveer 260 euro. Je ziet hem dus inderdaad wel veel aangeboden worden. Ik zal trouwens even bij verkocht kijken. Inderdaad, in een 8,5, een 9 rond de 200. In een 9, ja, en in een 10 is hij denk ik niet echt vaak verkocht. Oeh ja, nee, dit zijn base Charmanders. En je ziet het, hij wordt echt bijna niet aangeboden. Maar dat komt dan toch wel weer omdat het gewoon echt een extreem zeldzame set is. En ook een extreem dure en zeldzame kaart. Dat is dus de Charmander. Dan gaan we door naar de Charmeleon. Die is wel wat goedkoper, want Charmander en Charizard zijn vaak wat duurder. De Charmeleon is laatst verkocht in september voor 170 euro in een PSA 9. Hij is ook verkocht in een 8 voor 200, zie je maar weer. Dan weet je, het is ook maar een beetje wat een gekker voor geeft op dat moment. Maar je ziet ook maar heel weinig sold listings van deze kaart. Dus het is inderdaad ook weer een kaart die echt bijna niet ziet. En ja, ik kan niet wachten tot deze kaarten allemaal gegrade zijn. En dat we ze dan in onze collectie kunnen toevoegen. En dan gaan we naar de allerduurste natuurlijk. De Stormfront Charizard. Ja, en dit is echt een extreem dure kaart. Zoals je kan zien. Zelfs in een PSA 7 wordt die verkocht voor 300. En even kijken. Ja, hij is ook bijna niet te vinden in een PSA 8 voor 400. Dit zijn de Japanse. Nou, in een PSA 9 is die 600 verkocht. Maar volgens mij is deze in een PSA 10 echt duizenden euro's waard. Hier is in een PSA 9 is die 1000, in augustus nog voor 1000 euro verkocht. In een PSA 9. Dus ja, je ziet maar weer. PSA 10, dat is de Japanse, is die
Maar ik weet dat deze in een PSA 10 echt duizenden euro's waard is. Dat weet ik toevallig. Nou, hij staat er echt niet tussen. Maar je ziet dus inderdaad, ja, deze kaart zou in een 9 rond de 1000 euro zijn. Ja, en inderdaad in een 10, ja, dan kan je echt helemaal lachen. Dan gaat hij denk ik echt naar de 5, 6, 7000 euro. Maar de kans dat het een 10 wordt, zoals ik al zeg, is natuurlijk extreem klein. En dat is ook de reden waarom die kaarten zo verschrikkelijk duur zijn in een 10. Omdat ze er gewoon bijna niet zijn. Nou jongens, nu gaan we misschien wel naar een van de mooiste kaarten. Ik vind deze qua art echt ontzettend gruwelijk. Hele unieke Secret Rare met die gouden rand. En ik vind dat gewoon zo vet, deze. Even kijken hoor. Waar ik hem had staan hier. Ik had hem hier al opgezocht. Deze komt uit de Plasma Storm van Black and White Series. Ik vind sowieso de Plasma sets echt super vet. Plasma Storm, Plasma Freeze. Noem ze maar op. Ik vind die sets ontzettend gruwelijk. Ik vind sowieso die Secret Rare art. Waarbij dus inderdaad met die gouden borders. Vind ik super dik. Je hebt natuurlijk ook trainer kaarten van bijvoorbeeld als een Ultra Ball. En in deze set, de Plasma Storm set, heb je ook nog de Blastoise in Secret Rare zoals deze. Die heb ik ook. Die heb ik niet in deze video meegenomen. Misschien kunnen we nog een keer een andere video maken met andere hele vette dure kaarten. Ik heb nog ontzettend veel liggen waar we vette video over kunnen maken. Dus dat is super tof. Maar kijk hoe vet deze kaart is. En deze kaart is ook ontzettend duur. Hij moet dus nog gegrade worden. Ik denk dat dit ja, ook een 9 zal zijn. Ongeveer. We gaan dus weer niet uit van de 10. En dan zie je ook gelijk dat hij in een 9 ongeveer 900 euro kost. 800-900. Gaat hij zeker wel voor in een 8 ongeveer voor 600. Zoals je kan zien. In een 9 is hij zelfs een keer verkocht voor 1200 euro. Ja, en in een 10 is deze geloof ik iets van 9 tot 10.000 euro. Maar ja, zoals je kan zien, die staat er gewoon niet tussen. Ik kan wel eens even kijken of die ooit een keer in een 10... Hij is gewoon nooit verkocht in een 10. Niet op eBay in ieder geval. En dan zie je maar weer hoe zeldzaam dus die 10'en zijn... en ook bijna nooit verkocht worden op eBay of iets dergelijks. Dus ja, dat is de reden ook natuurlijk waarom ze zo verschrikkelijk duur zijn. Maar ik denk dat dit een 9'tje wordt. Nou ja, en dan zie je dus dat dat een extreem dure kaart is. Dus als je kijkt naar de waarde van deze kaarten, ja, bij elkaar opgeteld in een 9, ja, dan kom je echt al duizenden euro's uit. Moet het wel 9's worden? Kijk, je kan ook gewoon pech hebben en een 7 of een 8 krijgen door iets wat je zelf over het hoofd hebt gezien. Maar we gaan het allemaal wel zien. We moeten gewoon eerst nog eens even wachten tot PSA weer de deuren openen. Want ja, laten we eerlijk zijn, PSA is gewoon nog steeds dicht. We kunnen niks opsturen. De return tijden zijn echt bijna anderhalf jaar. Je weet ook niet wat de prijzen en dergelijke gaan doen over anderhalf jaar. Maar dat gaan we dan allemaal weer zien. Het is voor mij in ieder geval heel erg vet dat ik deze kaart kan laten graden. De reden waarom ik ze laat graden is sowieso ook zodat ze netjes beschermd blijven. En dat je altijd een waardevast product hebt. En dat er ook nooit discussie ontstaat over de kwaliteit van de kaart en dat soort dingen. En ja, deze gaan voornamelijk gewoon lekker in mijn eigen collectie. En dan gaan we het allemaal wel zien in de toekomst. Want het gaat sowieso nog heel lang duren voordat al die kaarten terugkomen. Eén ding weet ik in ieder geval wel zeker. Ik vond het vet om hier een kleine video over te maken. Ik hoop dat jullie het ook vet hebben gevonden. Vonden jullie het een vette video? Vergeet dan zeker deze video niet te liken. En subscribe op mijn YouTube kanaal. En laat anders nog even in de comments weten welke stukken van mijn collectie je graag zou willen zien. Welke kaarten je graag zou willen zien. Of whatever. Drop het in de comments. En dan ga ik het lezen. En dan maak ik daar wel weer een video over. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.